Britse meisje Beryl Burton werd in de wereldkampioenschappen op het eiland Nunbetwist twee keer van de titel afgehouden door onze landgenote Yvonne Reinders. De eerste keer in achtervolging en de tweede maal op de weg. Wereldkampioene Yvonne Reinders toonde de goede weg aan haar mannelijke collega's in Zwitserland. Dit boek kreeg Yvonne cadeau voor haar 65ste verjaardag een maand of twee geleden. Het heet Zevenmaal in de Zevende Hemel. Het is geschreven door Maurice Hermans. En het loopt goed, Yvonne? Ja, en ik kan hem kopen in alle grote boekenwinkels en boeken.